Zo, lieve YouTube-kijkers, goedemorgen deze zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Ja, lekker weer. Zoals je kunt zien, achter op in de ruit. Het was lekker weer vanmorgen om te gaan lopen. Qua tijd was het een beetje lala. Het was niet zo heel erg geweldig. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met gisteren. Gisteren waren we in Utrecht bij een of andere beurs. Dan loop je de hele dag een beetje te slenteren en zo. En dan merkte ik vanmorgen toch wel een beetje. Ik had daar wel wat last van, zoals ze dat dan noemen. Oh, hola, hola. Zonnebrilletje op. Want anders is het weer fel in mijn ogen. Goed. Ja, en nu? We gaan nog even naar de fitness. Het raampje heb ik even open, want door de warmte die ik nu afstraal en ik heb niet zo'n heel goed airco-systeem in deze auto. Dus dan moet ik het raam openzetten en dat waait en dat doet en dat heeft invloed op het geluid. Maar ik kan er even niks aan doen. In een beslagen autoruiten, met beslagen autoruiten rijden is niet goed. Oh, sorry. Bijna vergeten. Ik was hem vergeten. Dus niet bijna vergeten, ik was hem vergeten. Goed, daarmee gezegd hebbende, we hebben nog een druk weekje. Vorige week was mijn 81 jaar. En dinsdag, aanstaande dag, is mijn jongste dochter jaar. Dus het is wederom een feestje. Alleen dan gaan we dat feestje gaan we dus niet. We gaan dinsdag natuurlijk even wat een beetje vieren. Maar dinsdag gaan we trouwens wel weer aan sporten. We gaan het een beetje vieren. En dan gaan we nog een keer ergens op een weekend iets doen. Dus, dat ongeveer. Zoals gezegd, gaan we nu even naar de fitness. We hebben tijd. Het is pas niet eens 9:15. En om rond 11:30 hoef ik eigenlijk pas thuis weg te rijden, ongeveer. Ik kan misschien zelfs. Ja, misschien wel iets eerder dat ik vertrek. Iets meer tijd. Maar goed, in ieder geval, ik hoef niet heel erg te haasten. Dus ik kan daar lekker rustig aan oefeningetjes doen nog. Met fitness. En dan, dan hebben we dat voor vandaag weer gehad. Mijn eigen sport. Dan natuurlijk vanmiddag weer naar het voetballen toe. Tegen Halsteren. Nou, ik hoop dat we vandaag in ieder geval iets op de kaart kunnen zetten. Want vorige week was drama. Maar goed. We zullen het wel zien. Straks. Voor de rest valt het best wel mee. Natuurlijk gaan we nu de herfstperiode in. Meer kou. Andere temperaturen natuurlijk. Dus morgens vroeg, zonnemorgen. Ik heb hieronder een thermootje aan. Nog wel met korte mouwen. Ik heb ook een thermo met lange mouwen die. Die dan als het nog wat kouder wordt. Maar dit was nog goed te doen. Ik heb er over het algemeen dus heel erg veel moeite mee. Mensen met. Door mijn werk, omdat ik veel buiten ben en activiteit doe vanwege het werk, loop ik nu ook nog gewoon met een polo rond. Er zijn al genoeg mensen die nou een dikke jas aantrekken of een trui aantrekken. Maar ik heb daar nog niet zo heel erg veel last van. Omdat je natuurlijk ook bezig bent. Het is niet alleen maar vrachtwagen in, vrachtwagen uit. Of ja, PE-combi. Het is echt geen echte vrachtwagen. Het is een grote bus. Maar goed.
En gisteravond ook, toen waren we dus in Utrecht, gingen we gisteravond nog even ergens een shawarmaatje eten. Want ja, dat moesten we natuurlijk wel eventjes doen. Toen waren we naar de kebab factory geweest. Heerlijk eten trouwens. En gewoon een stukje gelopen in mijn t-shirt. Ik had wel een trui mee, maar het was goed te doen. Dus dat dus. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Was lekker. Was sowieso op zich wel een leuke dag. Over het algemeen. En ja. Ik moet er eigenlijk nog verder van zeggen. Ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer van moet zeggen. Veel verschillende pluimages gezien. Gisteravond. Mooi joh. Oh joh. Maar was leuk. Was gezellig. Nou, ik ga in ieder geval afsluiten nou. Ik zou in ieder geval zeggen van... als je het leuk vond, dat vind blauw duimpje. Ik hoop het hier al met een blauw duimpje. Duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Dit kanaal. Dan zie ik jullie volgende keer weer terug. En dan zeg ik met een hele korte... Ciao. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.